een nieuwe online teasklas. Ik weet dat jij misschien bepaalde dingen meemaakt. Ik weet dat jij misschien dingen doormaakt die gewoon niet prettig zijn, niet fijn zijn. En weet je, als tieners, toen ik ook een tiener was, dan voelde ik me heel vaak onbegrepen. Heb jij dat gevoel ook? Dat je denkt dat niemand je begrijpt. Dat je gewoon niet weet hoe je eigenlijk moet zeggen hoe je je voelt. Zelfs op zo'n moment is er één persoon die altijd weet hoe jij je voelt. Waarom? Want hij kent jou. Hij doorgrondt jouw hart. Hij weet gewoon alles wat in jou omgaat. Jouw gedachten, jouw gevoelens. Zelfs verdriet die jij niet eens hardop zegt. Of dingen die jij niet eens durft te noemen. God kent ze. Jezus kent ze. Weet je? Ondanks dat hij God was. Uit zijn grote liefde voor ons kwam hij naar de aarde. Hij werd tot mens. Dus hij heeft verdriet meegemaakt. Hij heeft verraad meegemaakt. Hij heeft zoveel dingen meegemaakt die wij meemaken. Weet je? Dus weet dat hij is ten eerste altijd met je. Maar ook hij weet hoe je je voelt. Dus op die momenten. Toen ik voelde dat niemand mij kon begrijpen, dat niemand weet hoe ik me echt voelde, ging ik gewoon op mijn knieën. En je hoeft niet eens per se op je knieën te gaan, maar gewoon zeggen van Jezus, ik kom gewoon bij u. Weet je, want soms ben je gewoon zo verdrietig of soms voelt het zo zwaar dat je niet eens de woorden voor hebt, maar Jezus begrijpt jou volledig. Amen. En ook vandaag is hij hier om met jou te zijn. Hij is hier om jou te helpen in het midden van die uncertainty, van die onzekerheid van de toekomst. Net als thema van deze maand. Daarom, Eaglesdienst, wil ik jou uitnodigen om samen te gaan bidden. Want hij hoort jouw gebeden. Jij bent kostbaar voor hem. Laten we samen bidden. Vader, we komen tot u. Heer, met alles dat we zijn. Met al ons verdriet. Met alles dat we doorheen gaan op dit moment. Met alle onzekerheid, maar we willen wel bij u komen, Heer. Vader, ik bid voor alle tieners, Heer. In het bijzonder zij die u nog niet kennen. Dat u hen mag aanraken vandaag, op dit moment, waar ze ook zijn. Heer, ik bid voor de tieners die het moeilijk hebben. Vader, ik bid voor elke tiener die voelt dat hij struggelt met depressie of met anxiety, Heer. In het naam van Jezus, u geeft vreugde. U geeft die rust en vrede die de wereld niet kan bieden, Heer. En daarom, Heer. Komen wij gewoon tot u. We weten misschien niet hoe we het moeten zeggen of omschrijven. Maar u kent ons hart. En het enige wat u van ons verlangt is dat wij naar u komen. En daarom zijn we hier. We danken u ook zo erg, Heer. Voor dat we 25 jaar mogen vieren, Heer. Dank u wel voor dat u met ons bent geweest. In de afgelopen tijden met onze ouders, met onze pastors, Heer. Opa Victor en oma Fifi, dank u wel. Wij geloven, Heer, dat u nog zoveel mooie dingen hebben voor ons. We leggen alles in uw handen. Alleen voor uw glorie, Heer. Amen. Amen. En weet je, toen ik zo rond jullie leeftijd was, toen had ik zoveel dingen dat ik dacht van, oké, weet je, dan en dan ga ik dit doen. Dan en dan ga ik trouwen. Dan ga ik een eigen huis hebben. Dan ga ik een baan hebben. Dan ga ik mijn bachelor hebben of master of maakt niet uit wat. Maar er waren zoveel plannen, zoveel ideeën. Maar weet je, in de afgelopen, laten we zeggen, 10 jaar of misschien 15 jaar, heeft God me echt geleerd dat wij niet moeten bouwen op onszelf. Wij moeten niet bouwen op onze eigen gedachten, op onze eigen plannen. Wij moeten niet bouwen op de mens. Waarom? Want je zal uiteindelijk ook teleurgesteld raken. Want de enige die jou nooit zal teleurstellen is de Heer Jezus. Waarom? Zelfs wanneer dingen messed up zijn in jouw leven, zelfs wanneer je voelt dat er geen uitweg is, wanneer er geen hoop is, God kan die situaties veranderen zodat ze goed worden. God kan die pijnlijke dingen, die ervaringen die jij hebt meegemaakt, gebruiken als jouw testimony. De dingen waar jij zo erg diep voor schaamt, God kan ze gebruiken om te getuigen aan jouw vrienden dat er iemand is die van hen houdt. Om hen te vertellen dat er hoop is in Jezus. Om hen te vertellen dat toen jij depressief was, toen jij anxiety had, of toen jij voelde dat er geen hoop meer was, toen jij voelde dat je zo messed up bent, dat er iemand was die om jou gaf, die van jou houdt. Die jou heeft gered van al je ellende. Amen? De enige reden waarom ik hier kan staan vandaag, is omdat God dat bij mij heeft gedaan. Jezus kwam. Hij kwam in mijn ellende, hij kwam in mijn problemen, hij kwam in mijn verdriet, hij kwam in mijn depressie. En hij trok me uit die put, hij trok me eruit. En hij gaf mij een nieuw leven, hij gaf mij een nieuwe toekomst, een mooie toekomst. En hetzelfde wat God voor mij doet, kan hij voor jou doen. Maar nu
is de vraag, wil je hem toelaten om de regie te pakken in jouw leven? Wil je hem toelaten dat hij, that he takes the wheel, weet je? Dat hij gewoon stuurt jouw leven. En heb je ook dat gevoel dat je misschien jarenlang of misschien deze afgelopen maanden heel erg hebt geprobeerd om zelf te sturen? In die journey, op de weg van jouw leven. Maar misschien is het nu tijd. Misschien heb je al die dingen die jij nu hebt meegemaakt. Misschien wil God nu tegen jou zeggen van laat gewoon het stuur los. En laat mij het overnemen. Want op het moment, pas op het moment dat wij loslaten. Dat wij zeggen, Heer, ik geef me over. I surrender to you. Dan pas kan hij de controle nemen over ons leven. Dat vind ik zo geweldig aan Jezus. Hij forceert ons nooit, weet je. Je hebt mensen die dat doen. Maar Jezus wacht op jou. Jezus wacht geduldig totdat jij zegt ja. En ik hoop dat jij opnieuw vandaag weer die beslissing neemt om te zeggen ja. Ik zeg gewoon ja. Het maakt niet uit wat je meemaakt. En dat is zo mooi, want het woord van God zegt in Jacobus 4. Vers 13 tot en met 16. En daar staat gewoon van, weet je, wij zeggen heel vaak van morgen gaan wij dit doen, morgen gaan wij dat doen. Maar we weten niet eens hoe morgen eruit gaat zien. We weten niet eens of wij er morgen nog zijn. Maar het is beter, in vers 16 staat er, om te zeggen als God het wil, dan zullen we dit en dat. Als God het wil, dan zal ik die opleiding nemen. Als God het wil, dan zal ik die keuze maken. Als God het wil, dan kan alles. Amen. Als hij met jou is, wie kan dan tegen jou zijn? En het is nu gewoon klaar. Het stopt nu gewoon met alle leugens van de duivel. Ik spreek het uit als een profetie. Want weet je, teens, de Heer heeft zo'n mooi plan voor jou. En de reden waarom je het laatste tijd zo moeilijk hebt, is omdat hij jou aan het vormen is. Hij is jou aan het brengen tot hem. Want heel vaak in die moeilijke situaties, in verdriet, in wanneer je verraden wordt door je vrienden, wanneer je gekwetst raakt, dan pas weet je dat je hebt eigenlijk alleen maar God. Maar het mooie is, als je Jezus hebt, dan heb je alles. Waarom? Hij is de bron van het leven. Hij is de bron van hoop. Hij is de bron van liefde. Hij is de bron van blijdschap. Hij is alles wat je nodig hebt. Dus, vandaag wil ik je vragen, zeg gewoon weer ja. En daarom, het maakt niet uit of je hier voor het eerst bent of je hier al vaker bent. Als jij wil zeggen, ja, ik laat het over aan u, Heer. Ik vertrouw op u. Ik ga niet meer doen wat ik zelf wil, maar ik wil leren om te zeggen wat u wilt, Heer. Omdat je ziet dat alles wordt mijn stap als je het zelf doet. Want je hebt hem nodig. Amen. Wij zijn maar mensen. We zijn begrensd. Maar God kan alles maken ten goede. Hij kan alles, alles gewoon wat nu mijn stap is in jouw leven. Hij kan het mooi maken als jij ja zegt. Dus ik wil je vragen, Tiens, als jij zegt, Heer, ik wil leren om ja te zeggen. Het is niet makkelijk, maar ik wil ja zeggen. Laten we samen onze handen opheffen. En niet uit religie, weet je, maar uit geloof. Uit humbleness. Gewoon omdat je zegt, ik voel gewoon geen vuur meer. Ik voel geen enthousiasme meer. Ik voel niks meer, maar ik wil weer voelen, Heer. Ik wil weer uw liefde voelen. Ik wil weer de vuur voelen. Ik wil weer gebrokenheid voelen voor mijn vrienden. Voor mijn familie, wat ik al heel lang niet meer heb. Als jij diegene bent, hef dan je handen op. En bid samen met mij. Want hij is hier. Laat er geen spelletje spelen. Het is geen game of wat dan ook. Want de tegenwoordigheid van God is hier. Amen. Want het woord van God zegt 2-3 mensen die bij elkaar komen. En wij zijn sowieso met meer dan 2-3 mensen. God is aanwezig. Hij is onbegrensd. Kom, hef je handen op. Heer Jezus, hier zijn we dan. Vader, ik bid dat u kijkt naar alle handen die opgeheven zijn. We komen in humbleness, Heer. We komen in gewoon nederigheid om te zeggen ja. Ik laat los van het stuur, zodat u het stuur kan vastpakken en mijn leven kan leiden. Omdat ik heb gezien dat elke keer wanneer ik zelf dingen wil doen, dat het mijn stap raakt, Heer. Maar ik weet dat wat u heeft voor mij, beter is dan wat ik voor mijzelf kan hebben. In de naam van Jezus, raak een ieder tiener aan, Heer. Raak een ieder tiener aan die niks meer voelt wanneer ze uw woord horen. Raak een ieder tiener aan die geen zin meer hebben om te bidden. Of niks meer voelen wanneer ze worshipen. In de naam van Jezus, we breken alle invloeden en alle machten, alle duivelse machten af. In de naam van Jezus, want ik proclaim, ik profeteer over deze generatie. Eagles Teens belongs to Jesus. En weet dat God jouw leven wil gebruiken. Op dit moment, maakt niet uit waar je bent, zeg Heer, raak me aan. Heer, raak me aan. En hij zal het werkelijk doen. In de naam van Jezus. En als jij Jezus wil aannemen, zeg Heer, vergeef mijn zonde. Heer, kom in mijn hart. Wees mijn Heer en mijn Redder. Ik wil uw kind zijn. Ik wil eeuwig leven hebben. En ik weet dat wat u heeft beter is. In de naam van Jezus. Amen.
Ik wil jou uitnodigen straks om mee te doen met de Zoom-meeting samen met Gigi Jessica. En ik weet dat jij daar gesterkt zal worden. Ik weet dat jij daar je hart kan luchten. En wees, we zijn family. We zijn family, dus van wees gewoon jezelf. En ik wil zeggen, ik hou van jullie. Ik wil zeggen dat God van jullie houdt. En Hij heeft zo'n mooi plan voor je leven. Dus geef niet op. Want samen zullen we tot die finishlijn komen. Het is altijd makkelijker om te beginnen dan te eindigen. Maar wij gaan samen trouw zijn tot het einde. Amen.